Jongens. Goeiedag allemaal en welkom weer bij een nieuwe review. Vandaag staan we voor de Rodebaan in Willingen en ze hebben hier maar liefst een bordje met allerlei informatie. Dat is fijn, want normaal moet ik online even kijken wat de informatie precies is. Maar hier staat het gewoon voor me opgeschreven. Baanlengte 700 meter, waarvan de lifthill 250 meter is. Hoogte, unterscheid, oftewel het hoogteverschil, is 50 meter. Curve, dat zijn bochten, dat zijn de 11 jumps, dat worden de 3. En Nijgoen is zeg maar de afdaling, is 7%. Dit is de baan, dus we gaan er naartoe, jongens. Stemmer Rode Baan in Willingen. Dat is lachenspul. Dat gaan we dan als eerste even doen, jongens. Tubing. Ik heb een bandje gevonden, jongens. Op de lopende band. En dan gaan we automatisch naar boven. Dat is wel voor hele luie mensen. Het is exact voor mij gebouwd. Zoiets kun je ook gewoon in de tuin bouwen. Het is eigenlijk gewoon een soort matten waar je overheen glijdt. En dan hebben ze bochten. Gemaakt van ijzer. Het ziet er allemaal niet zo heel erg stevig uit. Ik ben benieuwd of die mij gaat houden. Maar als volwassen dan mag je er ook op. Dus ik ben benieuwd. Er stond geen maximaal gewicht. Dus moet kunnen. Okay. De waanzin! Ja, daar hou ik van, jongens. Leuk om te beginnen vandaag. Ze hebben hier ook nog een klein speeltuintje. En erop staan ook nog trampolientjes. Je hebt ook een trampoline. En daar ligt de Rode Baan, dames en heren. Daar gaan we vanaf. Nee, opvallend. Ik zie niet vaak op een Rode Baan. Zo. Ah, de kop komt en. Yo, go! Die. We gaan weer naar boven. Welkom allemaal op de baan. We hebben vandaag onze kleine Jalicia meegenomen. Zeg eens hallo tegen de mensen. Hi. Hi. Ik ga naar groep 2 naar de vakantie. Ja, zij gaat ook naar de vakantie naar groep 2. Maar we zitten nu op de Rode Baan in Willingen. Ja. We gaan dus naar boven. We zijn weer op de weg. Kijk, daar ligt de baan. Daarachter zie je nog een skilift. Gewoon in de winter kunnen ze hier skiën. En dit is eigenlijk ook een oude skilift. Die gebruikten ze vroeger om mensen met een ski naar boven te krijgen. En zomers legden ze dan deze baandelen hier neer. En dan kon je rodelen, of kun je rodelen. Want het is nog steeds zo. Inmiddels hebben ze dus een andere skilift gebouwd daarvoor. Nou, de baan verder is gewoon een zigzag. Eigenlijk niet zo heel erg bijzonder. Er zitten 3 jumps in. Maar ja, goed, dat is het. Het is echt gewoon heen en weer. Bijvoorbeeld Oberwiesenthal is ook hier in Duitsland. We hebben op een gegeven moment heeft hij dus een korte bocht, weer een korte bocht van 90 graden naar elkaar. Dan gaat dus echt van links, rechts, links, rechts. Ja, dat is mooi. Maar dat gaan we hier dus niet krijgen. We krijgen hier 180 graden bochten. Maar ik kan wel de hele rit gaan vertellen. We gaan hem gewoon even doen. En dan ga je het vanzelf zien. Oké, hier moet je altijd even opletten met dit systeem. Want als je hem dus loslaat, dan schiet hij naar achteren. En dat wil je absoluut niet hebben. Dus je moet hem echt vasthouden. Kijk, dan klikt hij hem los. En dan gaat hij. Nou, de baan is vrij, maar we wachten nog wel even. Want we willen natuurlijk helemaal vrije banen hebben. Zeker met die trage daar. Die gaat wel heel erg langzaam. Stukje naar voren. Stop. Pakken ze die camera maar weg. Nog naar voren. Stop. Dan moet je weer stoppen.
omdat die andere vrouw heel erg langzaam gaat en wij gaan daar heel erg snel. En als wij heel erg snel gaan en die vrouw heel erg langzaam, dan botsen we tegen elkaar. En dan krijgen we, zoals de Duitsers zeggen, een unfall. En dat moeten we niet hebben. Dan heb je pijn. Dan heb je pijn, ja, zeker. Samen. Oké, jongens, we kunnen gaan. We moesten even wachten op iemand die heel erg traag is. Ik hoop niet tegen te komen. Maar dat is wel vaker in de reviews. We gaan gas geven. We gaan full speed. We gaan maximaal, jongens. Nou, dit zijn de 280 graden bochten. Hier gaan we eerst een jump. Met een actiefoto. Nou, dat ga ik leuk op. Best dacht ik al. Dan gaan we altijd sneller en sneller. Heerlijk aan deze baan is wel het geluid, hoor. Tak, 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 door die bochten. Opta! Beetje mee houden in de bocht, anders val je eruit. Want dan gebeurt mensen op deze baan ook in daar al vallen ze naast de baan. Omdat ze dus als ze naar rechts gaan, naar links hangen, of gewoon echt op blijven zitten. Tweede jump, oh nee, geen airtime. Dat is wel jammer. Rijder. Dan kan je net zo goed naar beneden gaan lopen als je zo snel rijdt. En levensgevaarlijk trouwens ook, want het is dat die medewerker me nou op attendeert. Als je volgast er tegenaan rijdt, heb je echt zware ongelukken. Dit soort dingen moet je gewoon verbieden. Meteen geld teruggeven en niet meer die baan oplaten. Ja, daarom niet. Rookjes is voor ons. Maar goed, het was toch de laatste bocht. Het was nog één 180 graden bocht. Die staat ook langzaam. Hier staat ook een medewerker. Dan mag je dan ook al niet meer harder. Dus ja, dit is het maximale wat ik eruit kan halen voor jullie jongens. Nou, dat was hem. De baan in Willingen. Ik ben... Hallo. Ik moet zeggen, het is niet zo'n hele bijzondere baan hier in Willingen. Het is eigenlijk alleen maar slalom naar beneden. Ik heb wel eens interessantere rode banen gedaan van weekend. Maar aan zich is dat best leuk. Je kan best snel rotelen. Mits het niet al te druk is. Vandaag was het best druk. Maar die tubing, jongens, dat is lachen. We hebben dat ook in Valkenburg. Daar moet ik nog steeds een keertje naartoe. Valkenburg bij de rode baan ligt ook zo'n dingetje, heb ik de laatste keer gezien. Ik weet niet of die net zo groot is als deze. Deze met 3 bochten. Maar het gaat hard genoeg, hoor. Wat een lachapparaat is dat, hé. Al met al met een speeltuintje erbij is het gewoon leuk om hier een keer even een uurtje, twee uurtjes naartoe te gaan. Een paar keer te rollen, een keertje spelen met de kinderen, een keertje met de tuning af. Gewoon leuk als je hier in de buurt bent. Nou ja, wij gaan door naar de volgende pretpark, rodelbaan, zwembad of weet ik veel wat. En we zien elkaar de volgende keer weer.